Voor de laatste keer maken de kinderen hun klaslokaal schoon. Want in Japan moeten de leerlingen hun eigen school schoonhouden. Ook de ramen en de wc's. De juffrouw geeft ze nog een laatste les mee. Zoals deze school zijn er helaas heel veel in Japan. In de laatste 20 jaar is van elke 5 scholen er 1 voor altijd dichtgegaan. En dat komt omdat er in Japan steeds minder kinderen worden geboren. En dat betekent ook dat er steeds minder kinderen naar school gaan. En dat is vooral op het platteland te voelen, zoals in dit dorp. Waar vroeger 6 basisscholen stonden, zijn er nu nog maar 2 over. De kinderen hebben goede herinneringen aan hun tijd hier. Omdat het de laatste dag is, houdt de school een speciale sluitingsceremonie. Als de les voorbij is, verzamelt iedereen zich in de gymzaal. Dat de school voor altijd sluit is niet alleen jammer voor Itsuki, voor Rui, voor Kanade, maar voor alle inwoners van dit dorp. Daarom is iedereen hier naartoe gekomen vandaag om voor de laatste keer afscheid te nemen van deze school. En in Kochi kan dat maar op 1 manier.